Hallo, welkom bij deze reeks van video's over hoe ik mijn werk doe als lifecoach voor hooggevoelige personen. Graag deel ik ook wat verhalen met je uit mijn praktijk. In deze video wil ik je vertellen hoe ik ben begonnen als lifecoach voor hooggevoelige personen. In 2004 ben ik me gaan focussen op het opzetten van mijn eigen praktijk. Ik noemde het in de tijd Orchid of Life en het heette nog steeds Orchid of Life. Er zijn wel wat zaken veranderd. Ik heb wat skills erbij gekregen als coach. Maar de basis is volledig hetzelfde. De missie is wel aangepast. En dat komt allemaal doordat ik me in 2011 ben gaan specialiseren in hooggevoeligheid. Het traject van deze specialisatie heeft zeker wel 11 jaar geduurd. Want het begon allemaal met het lezen van het boek Het Hoogsensitieve Kind van Elaine Aron. Dat boek las ik in het jaar 2000. En ik las het met een potloodje, want ik herkende zoveel van wat ze schreef in mezelf, maar ook in mijn zusje. En na het lezen van het boek legde ik het weg, want in die tijd las ik heel veel boeken. Ik las heel veel boeken over emotionele ontwikkeling, over wijsbegeerte. En ja, daarna ging ik gewoon het leven in als student, maar daarna ook als young business professional. Ik heb jarenlang fulltime gewerkt en daarnaast diverse coaching opleidingen gevolgd om te zijn waar ik nu ben. En hooggevoeligheid kwam weer eens op in 2009. En kort daarvoor was ik gaan schrijven voor So Chicken en hooggevoeligheid kwam weer voorbij en ik dacht, nou, dat vind ik een mooi onderwerp om over te schrijven. Maar het kwartje viel toen nog niet. Ik had er veel mee, ik vond het een mooi onderwerp, maar het was niet zo van, nou, dat eigen ik mezelf helemaal toe en daarvoor ga ik helemaal staan. Dat duurde zeker nog 2 jaar, dus tussen 2009 en 2011 in. En in dat jaar was ik zwanger en ik beviel van mijn eerste kind, mijn dochter Amee. En in dat eerste jaar voelde ik hoe gevoelig wij als mens ter wereld komen. En ik voelde gewoon aan alles in mij en alles in haar en in ons als gezin dat we hooggevoelig zijn. En dat alles wat ik had gedaan tot dat moment in zomer 2011 had er naartoe geleid dat ik me zou specialiseren. Of nou ja, ik had me gespecialiseerd in hooggevoeligheid, zonder dat ik dat helemaal in de gaten had. Maar dat ik er in zomer 2011 helemaal voor uit kon komen. Dat was het moment dat ik dacht, nee, ik ga mezelf neerzetten als lifecoach voor hooggevoelige personen. Waarom? Omdat ik het helemaal voel. Ik ben het in vele, vele aspecten. Mijn partner is hooggevoelig en onze dochter is hooggevoelig. En als hooggevoelig gezin wilde ik gewoon delen wat wij meemaken, maar ook delen wat ik in mijn coachingpraktijk meemaak met hooggevoelige personen, om nog meer mensen te bereiken en ja, hen te laten voelen dat het allemaal oké is. Dat het gewoon goed is om heerlijk gevoelig te zijn. Ja, ik snap dat het moeilijk is in sommige situaties. Gerelateerd ook aan je verleden en aan het gezin waar je bent opgegroeid. Aan aan het land ook waarin je bent opgegroeid. Het heeft allemaal raakvlakken met hoe je jouw hooggevoeligheid tot uiting had kunnen komen als kind. Maar voor nu en in deze video, ik ben ontzettend blij dat ik ervoor heb gekozen mij neer te zetten als lifecoach voor hooggevoelige personen, omdat ik voel dat het mijn pad is en dat ik op dit pad heel veel mensen bereik en help in hun emotionele ontwikkeling. Dus nou, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.